celblok 7. Hier komen, chef. Oh, ja, jij bent een echte held, hè? Au! Identificatie van gevangene 117, chef Helix. Jij dacht mij te breken, Bromsnor? Ik ken de duizendste plekken van het universum. Plekken waar jouw bouten van gaan ratelen. De eeuwige putten van Zordoom. Het ijzeren fort in Novalis. Daar! Goed, nieuweling. Ik ben... Captain Quark. Ongelooflijk. Je bent er. Vroeger droomde ik ervan dat jij me zou arresteren. Oh, doe niet zo raar. Ik had het tegen jou, Zed. Ja, Captain. Zo, nieuweling. Ik neem aan dat je mij kent van mijn vele, vele avonturen. Oh, natuurlijk. Je bent de meest beroemde superheld van het heelal. Hij is echt niet meer beroemd. Woorden kwetsen, isoleercel Bill. Ik ben een grote fan. Ik sta zelfs op de lijst voor de nieuwe Ratchet & Clank Hollow Game. De wat? Je weet wel, die game die gaat over dat incident met jou en die Lombax. Oh, je bedoelt vast de holofilm. Ja, die is vrij goed. Als je van computer graphics houdt. Nee, ik bedoel de game, gebaseerd op de holofilm. Kijk, dit is de bevestigingsmail. Ik laat hem opsturen naar de gevangenis. Maken ze een game gebaseerd op een holofilm over mijn leven? Maar ze hebben me niet eens iets gevraagd. Oh, dit is mijn fout. Ik ben hier ver van mijn publiek op deze vreselijke plek. Al veel te lang. En nu hoort niemand mijn kant van de zaak. Ik wil wel jouw verhaal horen, Captain. Echt waar? Ga dan maar zitten, beste crimineel. Dan krijg je het door. Het begon met een armzalige Lombax genaamd Ratchet. En waar dacht jij heen te gaan? Hey, Grim. Je bent er. Ik dacht dat je op de bazaar op zoek was naar zwaartekrachtveren. Haha. Nou, ik ben hier. Ik ben altijd hier. Ik neem aan dat jouw wegsluipen niets te maken heeft met die Galactic Ranger testdag. Ik heb een uurtje nodig. Kom op, Grim. Het zijn wel de Galactic Rangers waar we het over hebben. Captain Quark is er ook. Jij blijft in de garage tot je hebt geholpen met meneer Micron's schip. Hup, aan de slag met die draaibout. Vind jij dat schip er machtig gelift uitzien? Ga naar die draaibout. Kom op. Moet je dit zien? Elektronica kapot. CPU kapot. Zelfs de zwaartekrachtveren zijn verdikkie kapot. Dit keer heb je het echt voor elkaar, knul. Oké, eens kijken of die nieuwe versabollen werken. Kijk omhoog. Zie je iets flikkeren? Ja, links ziet er goed uit. Het is een wonder. Oké, nu de naverbranderlichten. Kijk omlaag. Zie je iets? Onderlicht naverbrander links is oké. Dit ding is misschien toch geen gevaar in de ruimte. Nog één rechts. Onderste naverbrander rechts werkt. Dus alles klopt? Ja, alles klopt. Volgens het nieuws worden de tests gehouden op de kermis. Laat zien wat je kunt, knul. En zo begon Ratchet aan zijn avontuur in de hoop Galactic Ranger te worden. Ratchet mapte op zijn vijanden in met zijn trouwe moersleutel.
te verslaan, maakte Ratchet gebruik van de eeuwenoude techniek springen. Ratchet wist dat hij in levensgevaar was. Mocht hij op het randje van de dood balanceren, dan had hij nanotech nodig om te herstellen. Ik heb dat spul ooit gebruikt na een bankoverval. Ja, zo'n 3 van de 5 schotwonden waren zo weer dicht.